ex-Rockstar North-baas Leslie Benzies, dat is een van de mannen achter de GTA-reeks, die is druk bezig met een nieuwe game genaamd Everywhere. Dat wisten we al een tijdje. Het is een enorme sci-fi open wereld game. Maar wat leuk nieuws is, dat hebben we net gehoord. Die game, die ontwikkeling rondom de game, het ligt niet stil. Het is nog in volle gang. Sterker nog, ze hebben bij een nieuwe investeringsronde meer dan 40 miljoen dollar binnengehaald. En dat is goed nieuws, want dat betekent dat wij eigenlijk een hele toffe nieuwe game waarschijnlijk kunnen verwelkomen, Lucas. Laten we het er even over hebben. Ja, ik vind het spannend. Ik had het een beetje vergeten dat hij hiermee bezig was. Maar we zijn er een beetje ingedoken. Hij is dus al sinds 2017 bezig met dit project. Het is een game die gaat draaien op Amazon's Lumberyard Engine. En het is open wereld. En Leslie Benzies, die is natuurlijk, die heeft veel ervaring met open wereld games. Hij heeft GTA 3, 4, 5, Red Dead Redemption heeft hij aangewerkt. Dus hij weet hoe het moet. Dus het is wel spannend om te bedenken dat er een soort concurrent voor GTA kan komen. Van iemand die weet hoe het moet. Ja, inderdaad. Laten we inderdaad even stilstaan bij wie het nou eigenlijk is. Want hij was de lead developer voor de GTA bij Rockstar North. Dat wil zeggen dat ze... Die zitten in Londen, toch? Of zitten die in Schotland? Ik dacht Schotland. Ja, Schotland inderdaad. Hij was daar lead developer. Dat wil eigenlijk zeggen dat hij echt met de poten in de modder stond eigenlijk. En de baas was van het ontwikkelen van die game. En dat is best wel een belangrijke positie. Dus het feit dat hij een nieuwe game gaat maken is natuurlijk best wel exciting. Is ook wel interessant om even te vertellen hoe hij daar weg is geraakt. Want dat is niet helemaal zonder strubbelingen gegaan. Ja, klopt. Ja, hij had inderdaad fitty met Rockstar North. Hij heeft uiteindelijk, is hij er weggegaan. En hij moest eigenlijk, naar zijn mening, nog 150 miljoen dollar in royalties krijgen. Ja. En daar was dus een gevecht over. Dus hij is nu weg bij het bedrijf. Is zijn eigen bedrijf gestart en gaat het dan maar zelf doen? Ja, die royalties, hij heeft een rechtszaak aangespannen tegenover Rockstar. Dat was best wel messy shit, want zoals jullie misschien wel weten, er waren drie bazen eigenlijk van Rockstar. Dat zijn Dan en Sam Houser, dat zijn twee broers, waarvan Dan nu ook weg is bij Rockstar. En Sam Houser dus nu alleen over is. Met z'n drieën hadden zij shares in het bedrijf en Leslie Benzies die moest op een gegeven moment weg. De redenen zijn niet helemaal duidelijk en wie er nou schuld aan heeft of wat dan ook, wat er is gebeurd is nog onduidelijk. Maar die wilde dus 150 miljoen dollar hebben. Vervolgens hebben ze dat in 2019 hebben ze dat gesetteld. Dus dat wil zeggen waarschijnlijk is er een x-bedrag naar Benzies gegaan. Voor dat hele verhaal. En is hij dus in 2017 al begonnen met een game studio. Het heet Build a Rocket Boy. En daarmee heeft hij dus ook wat mensen van die eerder bij Rockstar werkt meegenomen. Ja, sowieso. Ik vind het mooi dat Build a Rocket Boy... Ja, er zit toch Rock zit in de naam van de studio. Ja. Een beetje net als Rockstar natuurlijk. Dus dat vind ik wel een mooie dik. En inderdaad, er zijn dus twee mensen van Rockstar zijn meegenomen. En dat is Matthew Smith en Colin Entwistle. En die waren verantwoordelijk voor audio en de camera. Dat wil nog niet zo heel veel zeggen. Maar in principe zou je denken dat het goed nieuws is dat er mensen met ervaring met de GTA franchises mee zijn. Ja. Naar deze nieuwe dat game. Zijn de mensen die nu bekend zijn. Dus het kan zijn dat er nog veel meer mensen mee zijn gekomen. Precies. Op dit moment zijn er 30 mensen die werken bij de studio. Maar ze zeggen dat ze alleen maar dit nog verder gaan uitbreiden. Dus ze maken ik heb het goed begrepen dat ze in Schotland en Los Angeles aan het werk zijn? Dat zou kunnen. Dat is dan voor mij weer nieuw, weet je. We zijn samen aan het onderzoeken gegaan hoe dit nou precies zit. Maar dat zou wel handig zijn, Schotland zit natuurlijk ook Rockstar. En daar kunnen ze dan wat mensen van eventueel vandaan pikken. Halen. Hè? En dat is lekker in de buurt. Ja. Nou, laten we dat hele Rockstar gebeuren even achterwege laten. Op een klein dingetje na dan. 40 plus miljoen dollar. Dat is best wel aanzienlijk. Hè? Dat pin je niet dagelijks, zeg maar.
Het is best wel belangrijk natuurlijk dat er zijn meestal over voor dit soort nieuwe projecten zijn er meerdere investeringsrondes. Er zit nu NetEase, is een Chinees bedrijf. Die heeft bijvoorbeeld ook Bungie heeft die shares ingekocht onlangs. Oh ja. Dat zit erachter. Het wil niet zeggen dat de game alleen maar wordt gemaakt met die 40 miljoen. Er is ongetwijfeld nog wel meer geld ergens weggetrokken in de afgelopen jaren. Want anders dan kan je natuurlijk je mensen niet betalen in de tijd dat ze ermee bezig zijn. Maar wel even goed om een indicatie te krijgen. De game heeft nu een budget binnengekregen van 40 miljoen. Er zit waarschijnlijk nog wel een keertje 40 miljoen achter de knoppen, weet je. Om even een indicatie te geven voor wat grote games normaliter nodig hebben om te laten maken. GTA 5, dat was echt groundbreaking. Die kostte $265 miljoen voor marketing en ontwikkeling. Dus dat is allemaal samengenomen. Een andere is bijvoorbeeld The Last of Us Part 2. Dat is niet helemaal duidelijk, want die papers zijn niet helemaal open gegaan. Maar reportedly, dus waarschijnlijk ongeveer rond de $100 miljoen. Dus dan heb je een beetje een idee van wat zo'n gigantische game dan ongeveer kost om te maken. En dat wil dus zeggen dat ze goed op weg zijn. Ja, nou ja, goed, als ze nu al $43 miljoen hebben, dan hebben ze bijna de helft van wat zogenaamd Last of Us 2 zou kosten. En dat is geen goedkope game. Nee, zeker niet. Dus dat lijkt me alleen maar goed nieuws. Ja, inderdaad. Laten we even bedenken wat er nou voor ons in petto is. Everywhere. Het is een open wereld game. Het is een sci-fi game. En het is een beetje mysterieus wat het nou eigenlijk in moet houden, toch? Ja, nou ja, goed. Ze hebben een beschrijving op hun website staan waar je iets kan lezen over Everywhere. En dat is heel erg vaag. Het gaat over de nabije toekomst en dat technologie echt een behoorlijke invloed heeft op de mensheid. En hoe ga je ermee om? En kijk je naar de sterren? Dus het wordt inderdaad, er zit een futuristisch tintje zit eraan. Gemengd met, misschien ook wel gaan we naar de ruimte als we het over sterren hebben. Van, ja. Misschien gaan we planeten bezoeken. Er gingen geruchten trouwens dat Leslie Benzies, die aan GTA Online ook heeft gewerkt, dat die een dusdanige radicale weg in wilde slaan met GTA Online. En dat het een beetje clashte met de rest van de bazen. Dat eigenlijk een beetje de reden is van de breuk. En dat zou ik wel een beetje verklaren dat deze. Het is nog steeds vaag, maar tegelijkertijd ziet het wel heel erg ambitieus uit. Ze zeggen dat ze. Ja, dat spelers veel meer van hun games verwachten. En ze willen eigenlijk iedereen met allemaal verschillende manieren van spelen, willen zij daar iets voor maken. Dus op allerlei verschillende manieren kan iedereen doen wat hij of zij wil. Dus er staat ook in de tekst van of je nou naar de sterren wilt of niet. Weet je, dus het zou zomaar kunnen dat straks bepaalde mensen gewoon ervoor kiezen om een raket te bouwen. Build a Rocket Boy, zo heet ontwikkelingsstudio. En gewoon naar space gaan. Andere mensen die besluiten om op de aarde te blijven. Het is gek, man. Nou ja, goed, ze hebben gezegd dat ze. Kijk, ze kijken naar hoe zullen games eruit zien over 30 à 40 jaar. En dat ze daar naartoe willen gaan werken. En dat ze vinden dus dat games nu nog wel beperkt zijn. En dat ze willen dat dus nog meer vrijheid bieden. Ik vind het heel erg spannend, maar ik kan me er nog heel erg slecht bij voorstellen wat het nou daadwerkelijk gaat betekenen voor die game. Ja. Als je kijkt naar wat je al kan in GTA, hoe kun je dat nog verder uitbreiden dat je nog veel en veel meer mogelijkheden hebt? Ja, ik weet het niet. En daar hebben zij het geld voor. Daar hebben zij de slimme mensen voor om daar iets moois van te maken. Maar wat wel duidelijk is, is dat dit sowieso een next-gen game gaat worden. En misschien hebben ze daar wel een beetje op gewacht. Hè? Met de mogelijkheden van next-gen kan je natuurlijk heel veel nieuwe dingen doen. Kijk naar bijvoorbeeld wat je met Ratchet & Clank, A Rift Apart, hebt kunnen zien. Weet je, je kunt naar allerlei andere dimensies en dat soort shit. Dus het wordt sci-fi. Het wordt niet heel erg sci-fi, dus echt richting heel lang. Maar je ziet wel dat ze proberen om heel veel dingen met elkaar te verweven. Ze zeggen ook dat op de website van de ontwikkelaar zeggen ze ook, je moet een account aanmaken. En dan later, through both website en in-game challenges, dan gaat je spelen gaat evolueren en dan wordt je plek in de wereld en in alles, zeg maar, ook van de game, ook van de wereld, wordt het allemaal duidelijker. Dus het is nog steeds super vaag,
Maar ik ben wel echt heel erg excited om te zien welke kant deze game op zal gaan. Ja, cool dat er iemand in ieder geval gaat proberen op te boksen tegen, nou ja, wat Rockstar North nu doet. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Ben jij ook benieuwd? Laat dan even weten in de comments. Vond je dit een leuke video? Laat dan even een likeje achter en geef ons direct even een subje.